Er wordt al een paar jaar gesproken over nieuwe plannen voor de bouw van station Ketel in Schiedam. Maar tot 1939 was er al een station Ketel. Jan Roeling van de Historische Vereniging Schiedam vertelt dat er vanaf 1839 de eerste treinen reden van Amsterdam naar Haarlem. Later reed hij ook naar Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam. Het traject Delft-Rotterdam wordt nog steeds de Oude Lijn genoemd en loopt door Schiedam. Het enige herkenningspunt van het oude station Ketel is het vervallen gebouw naast het spoor. Ja, dit hier was eens het station Ketel. Want ik zei net, we zijn nu in de gemeente Schiedam, maar dit is eigenlijk de voormalige gemeente Ketel die in de oorlog geannexeerd is door de gemeente Schiedam. Maar in die tijd was er dus een station Ketel op deze plaats. En wat hier nu nog te zien is, is het huis van de stationschef CQ Overwegwachter. In eerste instantie was er nog veel te doen omtrent het nieuw te bouwen station. Het lag in een uithoek van de gemeente Ketel en was moeilijk bereikbaar. Dus, maar ik weet ook niet de achterliggende reden waarom dat dan precies op deze plaats gepositioneerd is. Wat ik wel begrepen heb, dat toen eenmaal deze lijn klaar was en jaren later de zijlijn vanaf station Schiedam richting Vlaardingen, Hoek van Holland werd gemaakt. De burgemeester van Ketel vond van nou is er zoveel toestanden gemaakt over ons grondgebied. Nou willen wij ook, en hij opteerde eigenlijk zelfs voor twee stations waarvan dit station alleen gehonoreerd werd. Het andere station waarover gesproken werd was station Nieuwland. Die kwam er uiteindelijk in 1975. Er moest aan de bereikbaarheid van het gebied nog veel gedaan worden met de ligging van de kerk in gedachten. Het probleem was echter dat er twee opties waren. Eén optie, zoals ik zei, de weg verbreden zoals die was. En de andere optie was om een nieuw stukje weg aan te leggen vanaf hier richting de Jacobuskerk, die toen ook pas klaar was. Wat wil het geval? De gemeenteraad, de meerderheid waren katholieke mensen en die kozen dus voor de weg richting de katholieke kerk met een nieuw aan te leggen Jacobusbrug. Dat werd aangenomen. Echter, vrij kort daarna waren de gemeenteraadsverkiezingen en toen waren de verhoudingen precies omgedraaid. En toen dreigde dus op dat moment meerderheid van de hervormde mensen dat besluit terug te draaien. Dat liep uiteindelijk zo uit de hand dat de burgemeester van Ketel vertrok. Uiteindelijk is station Ketel in 1939 wegbezuinigd. Wel is de oude woning van de overwegwachter nog intact. Een buurman weet te vertellen dat er nu nog mensen wonen. Die hebben het huis van de NS gekocht. De spoorwegovergang, zoals die er was, is volgens diezelfde buurman half jaren 90 gesloten.